Het vuur ontstond rond 8 uur gisteravond in de schouw van een woning in de Zwarte Hoekstraat. De brandweerkorpsen van zowel te Senderlo als Leopoldsburg waren snel ter plaatse. Maar toch was de brand al overgeslaan naar het dak. Het vuur raakte snel onder controle, maar de schade is aanzienlijk. De brandweer moest het dak met zeilen dichtmaken. Het huis is nog bewoonbaar, maar de getroffen familie gaat voor vannacht toch op zoek naar een nieuwe slaapplaats.